vreedzaam en de centrale markt. Over de huidige situatie van de marktventers als gevolg van de financiële crisis. Danai is van mening dat er beter beleid gemaakt moet worden ter bevordering van het welzijn van deze doelgroep. Het zou volgens de marktmeester het streven van de regering moeten zijn om deze doelgroep beter te incorporeren in het sociaal gebied. Ze zitten ook in een situatie waar ze ook zo moeilijk hebben. Dus de regering moet wel komen met een sociaal programma, een sociaal pakket. Dan kijken van waar en hoe ze kunnen helpen. Vooral ook sociale zakken. Dan. Met de basiskaarten en kijken van waar ze die mensen kunnen helpen met een bijstand ook. Kijken even van, kijk, als de leerkrachten nu en de ambtenaren nu een 2500 per maand extra kunnen krijgen, wat gebeurt er met de particuliere sector, wat gebeurt er met de vergunninghouder? Zij zijn ook een deel van de Suriname en zij moeten ook kunnen overleven. Dan niet alleen de ambtenaren moeten kunnen overleven, vooral de mensen die op de markt verkopen, vooral Friesland-markt ook, die mensen die daar verkopen. De regering moet ook kijken van hoe ze die groep kunnen helpen. Ik geef de ambtenaren 2500, kijk even via sociale zakken of hoe ze de marktventers kunnen helpen. De marktmeester stelt verder dat er moet worden gezocht naar mogelijkheden om lokale marktproducten te exporteren. Op die manier wordt ook de deviezenstroom voor ons land gestimuleerd en kan het mogelijk bijdragen aan de bevordering van de huidige financiële situatie.